She knows. Close to 100. Misschien wel leuk om iets te laten zien van mijn server. Dit is mijn Windows server. Wat daar allemaal op draait, even kijken hoor. Wat kan ik daarvan laten zien? Dit is de D-Rats repeater. Dit is wat te zien is. Er is niet zo heel veel aan te zien, maar dat ding dat relieert dus berichtenverkeer via D-Star naar internet. Dit is D-Rats zelf, het berichtensysteem van D-Rats. Je ziet alle roepnamen die ingelogd zijn. Het is een beetje een IRC-stijl gebeuren. Dit is de timeserver van de D-Star hotspot. Die geeft de tijdmeldingen. Dit is de D-Star bediening van de hardware. Dus de zender die wordt hiermee bestuurd. En ja, goed, alle berichten die komen hierdoor. Dit is het netwerkgedeelte van hetzelfde. Daar staat het scherm van uit. Ik weet ook niet dat er veel te zien is als ik dat nu aanzet. Nee. Maar je ziet dat de melding komt dat hij gelinkt is. Niet zo spectaculair. En dan hebben we Shorties FM, die draait hier ook op. Dan moet ik even kijken welke... Oh ja, dit. Ja, daarboven is mijn webcam experiment waar ik mee bezig ben. Maar dit is Shorties FM, het internetradiostation. Dit is de streaming daarvan. Sinds kort heb ik daar een geweldig goede compressie op zitten. Dus hij zit telkens precies onder de nullijn. Onafhankelijk van hoe hard de bron is opgenomen. Hè. Dat gaat echt heel goed nu. De programma's die worden aangestuurd vanaf een andere server. Nou ja, wat is dat een server? Het is een Raspberry Pi. En dat is dit dingetje. En dat draait gewoon met VLC. Oh, gaat een piepertje dat ik iets niet moet vergeten. Maar het werkt dus met VLC. En die heeft gewoon een playlist en die wordt automatisch gestart. Is nu een uitzending bezig. Dan komt er nog een nieuwsuitzending, die is twee zijn net binnengekomen. En daarna begint hij aan de dagelijkse route, roulatie. Ik weet eigenlijk niet of het te lezen is. Maar... En dat is een hele lijst van de afgelopen weken eigenlijk. En dan draait hij net zo lang tot hij aan de volgende taak, automatische taak toe komt. En dat is op dit moment om 10:30 de Morsecursus die gestart wordt. Hè. En dan begint hij na de Morsecursus weer opnieuw aan het roulatiebestand. Ja, het is eigenlijk geen rocket science. Vooral dat radiostation is van een verbluffende eenvoud. Het draait 24 uur per dag zonder noemenswaardige onderbrekingen, alleen voor onderhoud af en toe. En dat blijft gewoon werken. En ik luister er vaak zelf naar. Het is voor mij een belangrijke bron van mijn nieuws wat binnenkomt. Hè. Ja, van meer kan ik er niet over vertellen, denk ik. Het enige wat op deze Raspberry nog draait, dat is met Jets client. De IRC, nee, IRSSI, IRC client. Die draait 24 uur per dag, zodat ik alle chats kan blijven volgen die ik wil volgen.